met Mesh. Zo, wij zijn vandaag bij een bijeenkomst van Gerdy Verbeet. Is oud-kamervoorzitter geweest. En buiten dat gaat ze vandaag ons vertellen over haar helden. Ik ben Gerdy Verbeet. Ik ben politicus, oud-politicus. Oma van Malou en van Lola, maar ook nog van Finn en van Jimmy. En wat ik nou leuk zou vinden is dat jongeren ook meer belangstelling hebben voor politiek. Dat ze snappen dat er allemaal beslissingen genomen worden die voor jullie zelf van belang zijn. Dus ik zou zeggen, bemoei je ermee. Nou, vandaag gaat ze ook vertellen over haar helden. Ja, ik heb een aantal mensen uitgenodigd die ik geweldig vind, die ik echt een helden vind. Er is een raadslid bij, een jong raadslid, die in mijn eigen oude buurt is opgegroeid. Dus ik ken ook zijn school en hij kent mijn oude school. Maar ook Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Oudswietcomité. Maar ook, en dat vind ik ook geweldig, Erik Scherder. Dat is een breinprofessor, die kan precies uitleggen wat er in je brein gebeurt als je ouder wordt. En ook hoe je zelf er wat aan kunt doen om te zorgen dat je hersenen zo lang mogelijk gezond blijven. Nou, dat is ook heel belangrijk, willen we ook allemaal. Dus ik heb echt een heerlijke avond vanavond. We zullen het zien, en jullie ook. We gaan nog met z'n allen even deppen. Het gaat zo. Ja? Zo. 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 Zeven ouderen verzorgen. Ik heb al een uur nodig voor de reconstructie van mezelf. Dat is echt heel erg. Avond. En ik heb plotseling 350 helden. We zijn klaar. Dankjewel, Gerdy. Het was echt een topavond.